Lander Cobbaert, volgens de vakbond zou er een mystery passenger voorbij jullie security geraakt zijn met een nep bomgordel. Ja, wij zijn van dit incident niet op de hoogte, maar als dat waar zou zijn, en ik herhaal als, zullen we het natuurlijk tot op het bot onderzoeken, want dat is iets dat niet kan. Niet kan, niet kan. Het zou wel kunnen, hè, dat er iemand met een nep bomgordel voorbij de security gerokt. Hè? Die zou dan ook een nep ontploffing kunnen veroorzaken en dan zouden er ook heel veel nep slachtoffers kunnen vallen. Oeh. Dat zou ik heel nep spijtig vinden. Van die overdrijvers, die vakbonden. En iedereen pakt dat dan over. Ga ook. Wat voor een stomme vraag is dat nou? Hoe komt het dat iemand met een nep bommengordel voorbij de security gerokt? Omdat hem nep is, hè? Ons onder die blaffenjassen plastic rieken. Weet wel, ik me afvraag hoe dat komt dat zo'n nep nieuws op het eerste blad van de gazet gerokt? Ik zal het u zeggen, hè? Omdat het een nep gazet is. Oh, dat is nou ook niet waar. Ik lees die sport nog wel geren. Luister, ik werk hier al 12 jaar. Ik heb nog nooit een mystery passenger gezien, hè? Misery passengers wel, elke dag. Er zou ook een passagier een kogel hebben binnengesmokkeld in zijn handbagage. Ook dat incident wordt momenteel onderzocht, maar ik wil toch nog eens benadrukken dat het gaat om een kogel, hè? Geen vuurwapen. Dat is ook weer zoiets, dat is ook weer paniekzaaierij. Dat is een kogel, hè? Wat gaan we ermee doen? Hem heel diep in het vel van de piloot duwen? Ik kan u verzekeren dat wij samen met de beveiligingsfirma G4S er alles aan doen om de veiligheid van de passagiers te garanderen. En dat meen ik, echt waar. Alleen wat echt onveilig is, halen we eruit. En wat we echt nodig hebben. Ik heb al 4 jaar geen shampoo niet meer gekocht. Hè. Of een zakmes. Pak dat gewoon af van de mensen. Hè. Hier, pak dat mee, hè. Zo'n roeie. Hè. Of hier voor de cameraman, zo'n speciale. Weet je waar dat staat, G4S? Voor de 4G's. Hè. Gecheckt, gedubbelcheckt, getrippelcheckt en je moet zo vroeg komen als je wilt. We gaan je toch nog laten spoeien voor je vliegtuig te halen. Het is nou wel waar dat we iets minder streng zijn dan 9-11. Hè. 9 to 11, dat is de voormiddag. Hè. Dan staat iedereen nog scherp. Van 12 tot 13 gaan we dan lunchen en vanaf 14 is iedereen dan een beetje lakser. Dus voorlopig is er geen gevaar dat er mensen met slechte bedoelingen de luchthaven binnen geraken? 100% zeker kan je natuurlijk nooit zijn, maar de kans is wel zeer klein dat er terroristen of criminelen voorbij onze security geraken. Behalve onze collega's van die snackbars op een terminal. €12,50 voor een broodje en een cola, dat zijn pas criminelen. Bij ons is het niet van een Allah Akbar dat je gaat verschieten, hè? Maar van een Allah snackbar. Allee, gasten, maak er iets gewoon van, hè?